Hallo kijkers van Shinespruit, we hebben vandaag een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandowing. Lekkering. Ja. Vandaag gaan we de Poison Team Star doen. Dat is ook heel lekkering. Dat is zeker lekkering. Ik loop alleen een beetje achter op levels, dus. Ja. Ik hoop dat Nandowing er zo is. Dan gaan wij alvast naar de Poison Team Star loping. Oh, er is trouwens nog iets leuks gebeurd in de tussentijd. Cool. Vertel. Ik heb een shiny gevangen. Maat zeker lekkering. Een shiny quail fishing live. Lekkering. Wel offscreen in een raid, gewoon random. Dat is me nog nooit overkomen in een raid, dus dat vond ik wel grappig. Ah. Dus ik ga hem niet gebruiken. Ze hadden gezegd dat we shinies wel gingen gebruiken, maar dat is alleen als ik hem in de zeg maar onscreen vang. Dus dat hebben we niet gedaan. Maar, dus ik ga hem niet gebruiken, maar ik vond wel dat ik hem even moest vangen. Dat is zeker waar, die moest je zeker vangen. Ah, hij is wel een mooi ding. Zeker. Zo'n quailing the fishing. Quailing the fishing. Ja, en ik ben nu dingen aan het evolven. Yes, let's go. Lekkering. Samurodding. Zo'n goeie Pokémoning. Zeker goeie Pokémoning. Dat is weer leuk voor mij om te editing. Yes. Kijk, dan geef ik Espion nog even wat. SMS. Espion. 6464. Morning Sun. Nee. Die in the morning sun. Opschieting, ik wil gewoon winning. Winning the rating. Oh. Oh. Duur nog wel even voordat ik hem bij te hebben weer. Aim daarbij. Kijken. Speed, defense. Oh, ik moet vechting tegen Youssef? Ewa Youssef. Ewa Youssef, vriend. Hé, matje. Ik slam jou helemaal de vinketering in. Ik ga gewoon de vinketering in slaan, hé. Ja, hij stockpiled. Hij piled up de stok. Dat is niet zo best. Oh. Ik had nog gekeken voor Palmot of hij goede moves heeft. Ik werd teleurgesteld. Ja, Palmot not. Hoezo doet hij nou weer healing? Healing. Oeh, Razor Shell. Hier, ik slam jou de moedering. Dan heel je moedering. Espion wat Shroodle. Nee. Wat voor aanval? Of wat voor aanval? Wat voor Pokémon is Shroodle nou weer? Shroodle, dat is echt. Hij is wel cute. Ja, maar dat is een poepie scheetzak Pokémon. Een poepie scheetzak Pokémon. Ja, dat is een poepie scheetzak. Wat heeft Shroodle jou nou weer aangedaan? Leven. Wow. Echt een poepie scheet, zeg een Pokémon. Wie verdedigt Shroodle? Nou, er is niks mis met Shroodle. Shroodle is echt een poepie scheet, zeg Pokémon. Weet je wat pas een poepie scheet, zeg Pokémon is? Vertel. Bulbasaur is pas een poepie scheet, zeg Pokémon. Oh my. Ja, niet iedereen is het daarmee eens. Nee, alleen de echte Pokémon meesters. Die zijn het ermee eens. Ja. Ja, ik durf het niet te zeggen, want ik heb geen haat tegen Bulbasaur. Dus ben jij geen Pokémon meester? Dat is de conclusie nu. Ja, nou ja, ik ben toch al een loser boy, want ik heb een PlayStation 5. Dat is zeker waar, en we hebben het nu opgenomen, dus ik kan dit tegen jou gebruiken. Ik was sarcastisch. Nee, dat knip ik eruit. Out of context.
Dit is hoe mensen anderen cancelen. Precies. Pot for doing. Double angs. Doubletjes. Oeh, Makuhita zou niet verkeerd zijn om te krijgen als Pokémon in. Oh ja, ik weet weer wat ik nog wilde bespreken. Nou ja, bespreken, vertellen. Ken je nog die Van Gogh Pokémon kaartactie? Ja. Ja, ze hebben nu in al die speelgoedwinkels hebben ze weer die kaart. Klopt, ik liep vanmorgen langs de Game Mania. Mm-hmm. Of was het gisteren? Dat was gisteren. Liep ik langs de Game Mania. Ja. En toen was het inderdaad, hingen er allemaal bordjes. Ja, die kaart is op, kom niet halen. Of kom daar niet voor binnen alsjeblieft, want we hebben hem toch niet. Wauw. Ja, het is allemaal volgens mij op zaterdag al uitverkocht. Dat is toch niet normaal meer, joh. Mark Evans zou zeggen dat het niet normaal meer was. Ja, toch. Holy damn. Ik had het niet... dat ik bulldoze zou hebben, maar dat valt vies tegen. Ik had het niet erg gevonden als ik hem had gehaald, maar ik had helemaal geen zin en tijd om 30 euro uit te geven aan Pokémon producten om één kaart te krijgen. Werkte dat zo? Ja, want je moest 30 euro uitgeven en dan kreeg je die Pokémon kaart. Wauw. Hoezo? Cash grab. Nou ja, bij het museum moest je ook volgens mij zo'n kut puzzel doen en dan kreeg je het. Dus je moest al in entree betalen voor het museum. Dat is volgens mij ook niet niks wat je moet betalen. Maar goed, een vriend van me die heeft hem wel. Via zijn vader. Want zijn vader die heeft gewoon 30 euro uitgegeven. En de boy Jessin, die werkt bij Toy Champ. Dus die kon sowieso die kaart krijgen. Ja. Omdat die er werkt. Alleen hij had het over dat echt binnen no time was het op. Ja, dat kan me voorstellen. Iedereen wil die fucking kutkaart hebben. En we, vooral die scalpers, want die kunnen het weer doorverkopen. Precies. Vieze scalpers. Is er überhaupt iemand op de wereld die scalpers niet fucking kut vindt? Scalpers? Ja, scalpers. Dus mensen die al die shit... Mijn antwoord op je vraag. Oh, scalpers. Ja, maar... Maar is het niet zo dat scalpers juist niet blij zijn met andere scalpers? Ja, maar ja, ze doen het zelf ook. Dus die kunnen daar niks van zeggen. Ja, het zijn vieze hypocrieten sowieso. Maar goed, ik ben degene die voor Big Time Rush 5 kaartjes verkoopt. Ja, maar die is niet om door te verkopen, toch? Nee, dat is gewoon puur om... Gewoon voor andere mensen. Ja, ja die vriendin van mijn zusje moet ook 8 kaartjes kopen. Ja, fuck. Ja, dat is al helemaal zuur. Wat onze plan is... We gaan sowieso onze telefoon gebruiken om het te proberen. En op werk hebben we natuurlijk een PC. Dus dan gaan we dat ook proberen op PC. Ja. Het is alleen kut om alles in te vullen, maar... Ik hoop echt dat het lukt, maar... Ja. Als het lukt, dan gaan we sowieso bij elkaar staan. Ja hoor. Als je dat wil. Ja hoor, je mag gewoon bij... Ik zit met een mega... Nou ja, een groep van 5. Dus daar kunnen nog wel 2 bij, joh. Vind ik totaal niet erg. Lekker. Ik moet je wel vast waarschuwen. Aurora, dat is een van die meiden... Ja. Die meegaat. Ja. Die noem ik altijd Bestie, dat je dat even weet. Ah, oké. Okay. En dat is gewoon omdat zij me op een gegeven moment Bestie ging noemen. Nu noemen we elkaar steeds Bestie. Dat is toch prima. Ik judge niet. Zit er nog wat bij voor Sander? Kijken. Nou ja, Aurora die heeft al een vriendje. Mm-hmm. Mijn collega die is nu... Eigenlijk een soort van bezig met daten. Ja. Yeah. En dan heb je nog één andere chick en ik dacht dat zij single was. Dat klinkt als iets voor ze of iets voor jezelf, dat kan ook. Ja, ik denk niet dat ze echt interesse in mij heeft, maar... Nee. Ze is Aziatisch, dus ik weet niet of Sander daarop valt. Ik denk dat Sander alles pakt wat hij pakken kan.
Classic Sandering. Classic Sandering. Kunnen we dit gewoon als nieuwe meme maken? Classic Sandering. We houden van je, Sander. Dat weet hij wel, denk ik. Geweldig. Het leuke is, hij kijkt deze serie, dus hij krijgt een grote horing. Dan komt hij wel uit het niets. Oh, ik ben zo teleurgesteld in jou en Anyway. Dan weet hij een keer hoe het voelt om teleurgesteld te zijn. Maar man. Oké, ik moet wel even... Hij vindt ons vast vermoeiend. Ja, sowieso. Laat het even in de comments achter. Maar hij is wel een Pokémon meester, want hij vindt Bulbasaur ook zo'n poepiescheetzak-Pokémon. Poepiescheetzak-Pokémon, heen. Ah, shit. Ja, alleen, volgens mij, Jordi en Penny die zijn echt van fel tegen dat het een poepiescheetzak-Pokémon is. Ja, maar hun zijn ook geen Pokémon meesters, dus dat is wel duidelijk. Zij zijn de type gasten die Bulbasaur kiezen in Gen 1 om Toxic Leech Seed Protect Spam te doen. Oh, als je dit al zegt, moet ik al kotsen. Binnenmonds, hè? Ja. Pot for Dreaming. Zij verdienen het gewoon om voor altijd alleen maar poepenscheetzaak Pokémon te gebruiken. Maar echt. Ik ben Terra Dragon. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Auw. Never forget, you can heal. Zo. Dat deed niet zoveel. Ik had heel graag een full restore gehad. Helaas. Helaas, pindakaasing. Anders, tegen wat moet je? Oh, tegen dat ding. Dat ding heeft trouwens bulldoze, dat je het even weet. Weet ik, dat deed hij al, maar dat deed niet zoveel damage. Oké. Ik ga mijn Charizard gebruiken. Wappeting. Kom maar tegen je bulldoze. Ik vlieg lekker boven je bulldoze. Vlieg met me mee tot morgen vroeg. Hier op het live of in de kroeg. Zeg ik het goed? Zo, ja, geen idee. Ik ken het verder, het liedje niet. Het is verder van mijn muziek, zeg maar. Ah. Kijk, nu ga ik naar Espeon. Nou, ik heb het heel vaak gehoord, want een gedeelte van mijn familie waar ik altijd verjaardag had, die zijn dol op Nederlandse muziek. Ik snap die fascinatie niet. Toevallig familieleden die ook een PlayStation 5 bezitten? Nee, want ze zijn allemaal in de 50. Dat zegt niks. Nou, ik kan wel zeker zeggen dat ze geen PlayStation 5 hebben. Oké. Niet poison. Goed zo. Echt kut dat ik bulldoze nog niet heb. En om te maken moet ik Mudbray en Sandy Gast stuff hebben. Oeh. Niet poison. Goed zo, Bob. Wauw. Bob is een Pokémon Master. Ik denk dat Bob geen PlayStation 5 heeft. Lekkering. Ik ben trots op Bob. Ik moet switchen. Ga voor Charizard. Ik weet niet zo goed wat ik hier tegen moet gebruiken. Helemaal niks. Kijk, welke type is die poison ook, hè? Ja, gewoon puur poison. Oké, poisont in ieder geval niet elke keer als je hit. Ah, fuck. Weer gepoisoned. Flabberwerper! Wat? Noxious Stork? What the fuck is dat? Ja, dat poisont me de hele tijd dus. Itemming.
Hyper Potion. Ik denk dat we hierna, als we ook nog een cage match gaan doen, dat we daarna wel echt potions moeten gaan kopen. Nou, hier ook. Volgens mij doet Toxious of Noxious Torque ook gewoon meer damage als je poison bent. Ja, dat zou best kunnen dat dat een. Kijken. Een ding is, zeg maar. Ah, nee, nee. Het heeft alleen de kans om je te poisonen, zo te zien. Nou ja, ik ga nog niet de rest lijzen. Zo. Oh, kijk, we zitten in blaze range. De muziek klinkt ineens anders. Misschien omdat hij bijna dood is. Ah, het is me nooit eens opgevallen dat hij dan andere muziek krijgt. Een crit? Maat. Oh, okay. Net de laatste bird ben ik gepoisoned. Blaze. Hopping. De Star Mobile is dood. Mijn Oaking. Lekkering. Hopping. Yes. Bob is blij, jongen. Charizard ook. Doet zo. Lekkering. Oké, 500 uur cutscenes. Yes. Vanaf nu. About a half a year ago. Overigens zit ik wel helemaal in de story van RPG, zeg maar. Ik lees bijna alles. Ja? Ja. Terwijl jij bent niet echt de story lezer. Jawel, maar ligt niet bij Pokémon. Alleen bij Pokémon. Verder over bijvoorbeeld Professor Layton ook, dat is heel erg story-based, maar daar ben ik heel erg wel van de story. Alleen bij Pokémon niet, bij Pokémon kan me niks schelen. Oh. Heb je ooit de Mario RPG-series gespeeld, dus Mario en Luigi games? Nee, Mario en Luigi niet, nee. Oh. Misschien is dat ook wel na RPG een leuk om even te proberen. Ja, ik ga eerst Paper Mario proberen. Ja. Is goed. Is Gucci. En je moet nog eerst Mario RPG uitspelen. Dus ja. Ja, maar ik ben al een heel eind. Je bent in ieder geval verder dan dat ik ben, denk ik. Ik was nu bij... was je wel in het stadje waar je dan naar een schip gaat? Ja, ja. Ja, oké. Ja, ik ben zeg maar in dat schip. Ah, oké. Okay. Dat is wel een leuk stukje. Ja, klopt. Ik heb al wel een keertje de game soort van helemaal gezien, maar niet echt goed opgelet. Want dat was in de tijdperk dat ik dan 700 video's in me laten bekijken had. Oh. En toen had ik gewoon, dat was dan van Game Grumps, had ik hem aangezet in 1,5 speed of zo. En dan ging ik gewoon op mijn bed liggen. En dan viel ik gewoon af en toe in slaap. Dat was in mijn post-NL-dagen. Weet je, je hebt ook een soort Pokédex in Mario RPG, hè? Ja, klopt. Dat je alle enemies hebt gezien. Ja, en stiekem wil ik dan gewoon alles afvinken, zeg maar, weet je wel? Dus dat je alle info hebt. Oeh. Ja, ik weet dus niet of ik daarvoor wil gaan. Ja, het is lastig. Maar Mello kan... Ik kan zo'n aanval dat je alles kan zien, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Maar goed, het is wel een gedoe om het allemaal voor elkaar te krijgen. Klopt. Oh, ik zit nu naar mijn raam te kijken en ik zie gewoon dat weer iemand dat ding anders heeft gezet. Zeg maar, ik heb een hoor daar. Ja. En ik zet hem altijd, zeg maar, naar boven. Mm-hmm. Iemand die zet het continu naar beneden. Ja. Dat niemand mijn raam in kan kijken, maar mij boeit het echt niet. Maar nee. Blijkbaar mensen die niet in mijn kamer leven, die vinden het heel erg. Ja. Ik snap er echt tering van, maat. Wat boeit het dat ze mijn kamer in kunnen kijken? Ze kunnen toch niet alles zien? Jij doet geen rare dingen op je kamer. Hey, ben jij nou aan het healen? Is dat niet tegen de regelings?
Anyways. ik zeg expres niks. Ik ga eventjes ook healing en dan gaan wij vechten tegen elkaar, Nanwing. Ja, Zekering. Ik wil alleen even kijken, is dit ding level omhoog gegaan? Volgens mij niet. En als hij een level omhoog, heeft hij wat nieuws geleerd? Loopt hij bij jou nou weer vast? Nee. Oh nee. Nee, alleen wat ik kon zien liep vast. Ah. Had je deze move wel eens gezien trouwens? Revival Blessing? Ja, dit is echt een fucking broken move. Loving Blessing, reviving the party Pokémon that's been fainted and restoring. Ik moest dus in Pokémon Showdown, moest ik tegen een van die gasten die gewoon die Pokémon had en die move. Yeah. Weet je wat een fucking bullshit dat was? Ik vind het wel grappig. Ik vond dat zo kut. Pokeportal. Link trade. Single the battling. Ja, en dan even jouw scherm weg. Ik zei je scherm weg, dat is niet weg. Zo. See you bingo. An opponent has been found. Yes. Lekkering. Tegen Milan. Goed. Het is eindelijk tijd voor jou om te shinen. Je weet, soms zeggen mensen dat om eigenlijk het tegenovergestelde effect te krijgen. Dat klopt, dat is ook de reden waarom ik het zeg. Ja, dat dacht ik al. Dat, ik had al zo vermoeden. Ja. Welke Pokémon ik zou ik nou eens gaan gebruiken tegen jou, Ink? Oké, dit is gewoon een wilde gok. En het zou wel heel sadding zijn als dit niks hoort, maar... Daar voel ik me een klein... Dit is geen belediging, maar daar voel ik me wel een klein beetje een Sandring worden in deze scene. Yeah! Sorry, Sandring. Maar ja, it is what it is. Het moet wel een beetje gelijk zijn tegen elkaar. Oké, wat gebruik je dit keer, my man? Oké, dit kan nog interessant worden. Dit kan zeker interessant worden. Kijken wat de effect is. Oké, ik denk dat ik voor deze moet gaan. Jammer. Oké. Ik ben benieuwd of dit werkt. Jammer. Kijk hoeveel damage dit doet. Oh. Ja, daar was ik al bang voor. Godverdomme. I'm sorry. Oh, bro. En ik mis ook nog. Ook dat nog. I'm sorry, bro. Ja, ik had gewoon geen betere moves op dit ding. Oh, man. Ik ga voor health items. Is Gucci. I'm sorry. Ik heb dit ding ook gewoon heel lang bewaard. Omdat ik dacht, nou, misschien kan die heel handig zijn later, maar... Ik hoopte eigenlijk dat je die vuurtype zou gebruiken. Yeah. Oh, oeps, ik drukte op nog een keer. Oeps. Ah, ik heb op 0 gedrukt. Oké, nee, gelukkig. Nou, ik denk dat we nog tijd hebben om nieuwe Pokémon eens te vangen. En dan, ja, dat is goed. Kijk, ik... Het staat 7-4. Welp. I tried. You tried so... Maar er is nog niks aan de hand, hè? Niks aan de handing. Niks aan de handing.
Nee, het is eigenlijk net zoals vorige keer. Ik heb gewoon echt pech met wat ik kies. Terwijl we... Want het ding is gewoon, we hebben allebei gewoon een balance team. Dus... Mm-hmm. Ja, iedereen kan het overkomen, dit. Even kijken. Ik ga wel zo'n palm ding vangen. Oh, ik kan trouwens jou weer, jouw scherm weer bijpakken. Ja, ik heb jou ook weer bijgepakt. Nou ja, het voordeel is, hetgene wat dood is gegaan, kan ik gelijk ruilen. Ja, dat scheelt je wel een Pokémon van. Ja, continu release ik het. En toen zag ik jou dat trucje doen met dat jij hem gewoon gebruikt als trade. Ja. Dat bevalt me wel. Kijk eens toch. Nee, dat is aanvallen. Come on in. Come up now. Kom op allemaal, spraak nat dat glurige monster. Yeah. Jouw Azumarill heeft ook huge power, toch? Ja, zeker. Kijk eens aan. Goed, nou dan gaan we kijken wat we nog krijgen. Ik dacht eerst, ik doe weer gewoon de strat dat als ik sneller ben, dat ik dan gewoon omhoog spring en dat jij mij mist en dat ik jou dan raak, zeg maar, weet je wel. Alleen, toen zag ik dat jij sneller was, dacht ik, ja, wat doe ik nu? Maar ja, aangezien jij al niet zo heel erg veel damage deed. Met Razor Shell sowieso niet, maar dat is water op water. Ja, niet met, wat deed je daarna? Aerial Ace, ja. Toen dacht ik, van, ja, dan is het gewoon hopen dat mijn step player of genoeg damage doet. Ja, want ja, het ding is, ik had Aerial Ace, Sacred Sword, Razor Shell en Water Pulse. Maar Sacred Sword is een fighting aanval. Ja, daar kon ik sowieso al niet mee beginnen. En ik dacht, nou ja, misschien dat Razor Shell nog aardig wat kan doen. En vooral als ik Defense Drop krijg. Ja, maar Azumarill is best bulky natuurlijk. Yep. Terwijl ik, ja. Oh nee, niet een Terror Raid Battle alsjeblieft. Oepsie. Oepsie floepsie. Oepsie floepsie. Doei, Samurott. Ik heb in ieder geval van je Oshawott een Samurott gemaakt. Maar die heb ik toch al. Een Lechonking. Die heb ik echt al gehad, 100%. Ja. Zeker niet. En dan kijken mensen in de footage en die zeggen, nee, die heb jij nog niet gehad. Jawel, want anders had je net gezien dat die nieuw in je deck kwam. Ja, maar we hebben toch ook Lechonk gevangen? Oh ja, dat is waar. Maar volgens mij heb je die wel al gehad. Of niet? Ik weet het echt niet. Nou, het ding is, ik ja, maar dan zou die doodgemaakt moeten zijn. Anders zou je hem nog hebben. Ja, oké. Okay. Dat is waring. Wat krijg ik? Oeh, een heavy ball. Oh. Ik denk zomaar dat hij een beetje token level is. Oh. Ja, dat denk ik wel. En hij is shiny. Oh, hij is shiny. Hij is niet. Het is een bot. Ik zou echt kapot blij zijn met een Iron Hand. Ja. Even kijken. Wat krijgen we nu? Een Vibrava. Een Vibratorva. Nou, die lijkt me wel te hoog level. Dat denk ik ook zomaar. Ik denk level 60 is dit ding of zo. Oh! Nou! Ah, snee. Oh, nou ja, dan had ik hem alsnog niet kunnen gebruiken totdat we weer een gym hadden gedaan. Kijken. Want we hebben nu Team Star gedaan. De volgende Team Star is level 50, dus nou, dat gaan we nog even niet doen, denk ik. Ik heb nu dat ik blijf hangen hier op dit scherm. Oh, shit. Daar komt ie. Oh. Oké. Okay. Dag, Iron Hands.
Hoi, Green. Goodbye. Oké, weet je wat wel makkelijk is voor de volgende keer? De volgende drie dingen... Doduo. De volgende drie dingen die we kunnen doen zijn gymleaders. Oeh, nice. Dus we kunnen normal, we kunnen ghost en we kunnen psychic. En die zijn allemaal een redelijk level of... Ja, kijken, we hebben normal, dat is hoogste 36. Dan hebben we een rifle fight van level 37. Nice. Dan hebben we de ghost gym met level 42. Dan hebben we de psychic gym voor level 45. En we moeten ook nog eens de Mona met level 43 doen. Yeah. Ja, en dan kunnen we weer een titan gaan doen. De Donphan. Ja, de Donphan van level 45. En dan hebben we voorlopig weer even geen Titans. Dan gaan we weer gyms doen. Kijk, dan hebben we... Oeh, wacht, had ik Solosis al? Weet ik eigenlijk niet. Jawel, volgens mij heb ik al een Solosis dood laten gaan. Een van mijn allereerste Pokémon. Ja, klopt. Solosis. Ja, klopt. Oeh, een Cleavor. Ik zou best blij zijn als ik een Cleavor zou hebben die ik zou kunnen gebruiken. Ik ook, maar ik wist al gelijk dat die te hoog level zou zijn. Ik heb nog geen enkele normale gehad. Ja, oké, de Lechonk, maar... ain't nobody got time for that. Hier met je bek. Ik zit me nu te bedenken, maar het kan toch ook zijn dat ik nog helemaal geen Lechonk heb gehad. Nee, ja, dat denk ik nu ook, dat je nog geen Lechonk hebt gehad. Anders zou die er nog tussen staan, want je hebt hem niet gebruikt. Nee. Ofwel, nee, denk ik niet. Nee. Nou ja, als deze guy me een Lechonk geeft. No way. We hebben het elkaar. No way. Lekkering, zet over de Cleavor. Het moest een keer gebeuren. Ja. Zullen we het dan anders doen dat ik gewoon eentje niet trade? En dat ik gewoon zelf een Lechonk even vang? Dat is goed. Ik bedoel, ja, ik kan hem toch al zelf vangen, in principe. Mm-hmm. En dan kan ik zeggen, ik ben niet blij met mijn Lechonking. Ja, ik ben ook niet heel erg blij met Solosis, want ik vind Solosis heel traag. Het is een hele trage Pokémon, hè. Treden we nou weer met elkaar? Nou ja. Nee. Al was dat wel zo, dan hadden we het alsnog nog een keer moeten ruilen. WC Eend! Oeh, ah, die is sowieso het hooglevel. Oh, jij bent wel een leuke. Diplin. Maar WC Eend, ik heb al een winkel gehad, dus ja. Welk level is hij? Oh, dat is zo close. Dat is zuur, joh. Dat is net zoals met die Vibrava. Yeah. Kijk. Jij gaat echt lang duren zo, denk ik. Ja. Je zou zeggen, hoe verder je komt, hoe makkelijker het zou moeten worden. Maar het valt vies tegen. Ja, maar dat is ook omdat we dupes hebben. Ja. Ja. Kijk, ik moet dan weer een WC-eend gaan ruilen. Opting. Krijg jij een WC-eend? Jij had al een WC-eend gekregen. Nee, die van mij was het hoog level, maar die is er terug verder van. Oké. Goomie, goomie, goomie. Goomie, goomie, goomie. Ja, die kan nog. Goomie, goomie. Ik ben wel fan van Goomie. Oh! Maar die is sowieso het hoog level. Maar misschien gebreed. Kan, potentie. Daar zit potentie in. Ik ga wel even naar dit menu. Nee. Hey, de Goomie mag ik houden. Hey, Goomie. Goomsie. Goomie.
We hebben in ieder geval één keer gehad dat we met elkaar hebben geruild. Ja. Dat is wel een prestatie op zichzelf. Oké. Oké, welke goede Pokémon ik krijg voor Kaiba, je stuurt hem naar Kaiba, zag je dat? Kaiba? Oh ja, 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 zag ik. Blue Eyes. Wooper. Oeh, Shroodle. Kut. De poepding. Wat zei je nou ook alweer? Een poepie scheetzak Pokémon. Een poepie scheetzak Pokémon. Ik heb nog nooit een Shroodle gehad, dus ik hoop eigenlijk best wel dat die dat kan me houden. Wauw. Nou, ik ben in ieder geval klaar. Een poepie scheetzak Pokémon. Poepie scheetzak Pokémon. Level 31! Wauw, jij moet er nog één. Dan ga ik nog even de Lechonk vangen. Doe dat maar. En anders, ja. Bewaar jij al team overviews, of hoe je dat ook wilt noemen? Ja. Yeah. Dat heb je allemaal als JPEGs of PNG's. PNG's, ja. Als je het niet heel erg vindt, zou je voor de zekerheid na de opname willen kijken. Of ik ooit... Dat kan, alleen je doet niet altijd alles met in je team, hè? Oh ja, dat is een shiny waar. Ja, ik denk, anders had hij er nog tussen moeten staan. Want je hebt hem niet gebruikt. Ik weet niet, om een of andere reden voel ik alsof ik een Oikoloon heb gehad, maar... het kan zijn dat ik het gewoon mis heb. Maar ja, dan moet ik even... En anders kijk ik zelf zo meteen wel even in mijn footage die ik heb. En dan zoek ik wel even of ik hem heb. Want als ik hem heb gehad, dan was dat sowieso rond... Ik kijk wel even voor je. Ja? Fuck. Maar aan de andere kant heb je wel gelijk, want als ik hem had gehad, dan... Wacht, ik kan toch ook in mijn decks kijken of ik de evolutie heb gehad? Bedenk ik me nu ineens. Ja, maar wat... Oh, wat nee, ik heb hem niet gehad, nee. Nee, dan moet dit wel legit zijn. Oké. Nou, kutvarken, een Solosis en een Bob. Nee, oh, de Solosis is trouwens level 71. Zie ik nu ineens. Ja. Nou, dan kan ik weer online en dan kan ik hem weer gruilen. Ik moet even kijken hoe de Crabrawler is. Of ik die mag gebruiken. En dan maar. Gaan we weer. Ja. Yay. Nou, nice. Ik dacht dat ik klaar was, maar... Helaas, pindakaasing. Alhoewel, ik vind het niet heel erg dat ik Solosis weer moet terugruilen. Ik heb het niet zo met die Gen 5 Psychic Types. Ik heb best een leuk poeltje aan Pokémonen die ik nog kan gebruiken. Ja, dat vind ik ook. Kijk, je hebt nog zelfs Oshawott. Ja. Oh. En ik heb nog een Litten. Oeh, dat is wel lit. Oeh, dat is een Noibet. Oeh, die kan oké zijn. Nou, niet als Noibet, maar wel als Noivern. Zeker. Dan kan hij wel heel vet zijn. Op. Ja. Nou, ik haast denk ik wel dat dit hem is. Dat dit het level Hupplepup is. Even zou kieken. Mooi zijn. Ja. Zou mooi. Even kieken, koekeloeren. Ja, level 16 joh. Nice. Dan wil ik u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. En dan zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.